Geschiedenis van Afro-Surinamers van 1863 tot 1963. Een historisch boekwerk van Chan Chuni. Hij presenteerde gisteren dit boek waarin hij in een presentatie dieper ingaat op de rol van de Afro-Surinamers na de slavernij. Hun economische en sociale omstandigheden, culturele normen en waarden, als ook de keuzes in relatie tot het slavernijverleden. Tijdens zijn onderzoek vroegen de respondenten hem waarom hij als niet-Afro-Surinamer een boek over die doelgroep wil schrijven. Naar zeggen van Chuni hadden veel onderzoekers hier weinig belangstelling voor. Iedereen stortte zich op de slavernij zelf en de verschillende wreedheden die er hebben plaatsgevonden, geeft hij aan. Het is ook heel complex om dit soort onderzoek te doen. En daarnaast is het natuurlijk zo, als ik het mag zeggen, er zijn natuurlijk ook in elke gemeenschap, er zijn misschien 1 miljoen mensen, maar als je Suriname rekent, zo'n 500.000. Je hebt niet zoveel hooggekwalificeerde mensen die zo'n onderzoek kunnen doen en die een encyclopedische kennis van de Surinaamse geschiedenis hebben. Dus mensen van mijn kaliber, je hebt misschien een aantal Surinamers, maar van mijn kaliber, van dit niveau, om zo'n boek te kunnen schrijven. Dus ik ben toch, en omdat ik een heleboel andere dingen gedaan heb en een heleboel andere soort onderzoeken gedaan, zowel empirisch onderzoek en dus vragenlijsten, al dat soort dingen heb ik gedaan, maar ook theoretisch onderzoek, literatuur, maar ook cultureel antropologisch onderzoek, vond onder andere meneer Lamure en anderen, dat ik de meest geschikte persoon was. En ook omdat ik dus die Hindoestaanse geschiedenis helemaal 5 boeken heb geschreven erover, was het voor mij ook veel makkelijker om niet opnieuw al die dingen te lezen, maar alleen die stukjes te lezen of te bestuderen die over Afro-Surinamers gaan. Dus Chuni kwam in zijn onderzoek ook erachter dat het vaak voorkwam dat de man niet altijd het hoofd van het gezin was, maar dat het de vrouw was die de verantwoordelijkheid op zich nam en ervoor zorgde dat er eten op tafel kwam. En ze hebben wat ik noem een sociale ethos ontwikkeld. Hindustanen hadden een economische ethos en Afro-Surinamers hebben een sociale ethos ontwikkeld. Namelijk met datgene wat je hebt, jezelf, je familie helpen, maar niet alleen je familie. Want dat is een mooi kenmerk van de Afro-Surinaamse gemeenschap. Maar ook je omgeving, je kennissen, mensen van je plantage, de kweekjes. Je bent een peetje van die, een huppeldepup van die. Dus ze hebben een ethos ontwikkeld. Ethos zijn namelijk de waarden in de gemeenschap, de strevingen. Ze hebben dus een sociale ethos ontwikkeld. En dus door die sociale ethos, gecombineerd met die tekort, die flexibele relaties en ook iets anders, de buitenvrouwencultuur en die blanke mannen en die opzichters, al die mensen hadden altijd een buitenvrouw of een bijvrouw naast hun vrouw. En die cultuur, die buitenvrouwcultuur, die hebben een heleboel Afro-Surinaamse mannen overgenomen zonder dat ze het inkomen hadden. Chan Chuni is geboren en opgegroeid te Abrabroki. Tussen vele Afro-Surinamers, hun cultuur en invloeden en een Afro-Surinaamse buurvrouw die een heel belangrijke rol heeft gespeeld in zijn opvoeding. Ik heb altijd gezien en geobserveerd hoe moeilijk Afro-Surinamers het hadden met hun huidskleur, hun kroeshaar en de enorme discriminatie, aldus Chuni.